Rond 5:15 kwamen de overvallers aan bij de winkel en de twee dieven hielden de medewerkers vast. Nou, voor zover ik je nu kan melden, was het in ieder geval onder bedreiging van met een honkbalknuppel. Eén personeelslid is ook geslagen en die zijn ze op dit moment in het ziekenhuis aan het onderzoeken hoe ernstig zijn verwondingen zijn. En de overvallers hebben gewacht op een medewerker die bij de kluis kon. Om 6:30 ging het tweetal ervandoor met het geld. De personeelsleden zijn in ieder geval heel erg onder de indruk. Die zijn in een ruimte vastgehouden, die hebben zich rond 7:30 zelf bevrijd. En op dit moment wordt daarom ook even bekeken of dat de winkel nog open gaat. Omdat de eerste zorg is op dit moment ook echt wel de mensen die dit hebben moeten doormaken. En de Jumbo is vanmiddag toch open gegaan.